Wat je hier ziet is het gebruikersbeheerscherm van een Joomla website. En ik heb hier een gebruiker aangemaakt met de naam Dick Advocaat. En Dick is lid van de gebruikersgroepen Registered en Publisher. En doordat Dick lid is van de groep Publisher, kan hij op de frontend inloggen en uh, ja, daar artikelen bewerken en aanmaken, et Alleen ik wil dat Dick nog iets extra's kan. Ik wil dat Dick ook menu-items kan aanmaken en uh, verwijderen. Alleen daarvoor moet Dick uh, toegang hebben tot de backend, dus de beheeromgeving van mijn website. En als ik dat wil doen, en dan ga ik even naar de tab gebruikersgroepen, als ik dat wil doen, dan moet ik Dick minimaal lid maken van de groep manager. Want alleen de groepen manager, administrator en superusers mogen inloggen op de beheeromgeving van de website. En als ik Dick uh, lid maak van de groep manager, dan heeft hij naar mijn smaak wat te veel rechten op de beheeromgeving. Dus dat wil ik liever niet. Ik moet dus iets anders uh, regelen. En dat ga ik doen door eerst een nieuwe groep aan te maken. Dus in gebruikersbeheer, gebruikersgroepen, klik ik opnieuw. En ik maak een groep aan en ik geef die als titel even uh, advocaat. En je mag natuurlijk helemaal zelf weten wat je hier vult. Ik noem een uh, groep advocaat, jij zou je groep ook best anders kunnen noemen. En de hoofdgroep maak ik registered. En ik klik op opslaan en sluiten. Nu ga ik weer naar de gebruikers toe. En ik maak dik advocaat. Lid van de groep Advocaat. En ik klik op Opslaan en Sluiten. Nu moet ik ervoor zorgen dat de groep Advocaat toegang heeft tot de beheeromgeving van mijn website. En daarvoor ga ik naar de algemene instellingen van mijn website. En die vind je hier. En in de algemene instellingen heb je een tab Rechten. En die moet je even openen. En daarna open je, klap je de groep open die je het recht wil geven. In mijn geval is het de groep advocaat, die klap ik open. En dan gaat het mij om het recht inloggen beheer. Ik wil dat deze groep mag inloggen in het beheergedeelte van mijn website. Dus ik zet dit recht op toegestaan. En ik klik op opslaan en sluiten. Als ik nu naar een andere browser ga en daar even probeer in te loggen als Dik op mijn website. Dat zal ik hier even doen. Dan zie je dat Dick inderdaad in de beheeromgeving van de website kan inloggen. Alleen kan hij niet zoveel. Hij kan alleen zijn eigen profiel bewerken. En ik wou juist dat Dick menu-items kon aanmaken. En dat ga ik nu regelen. Nou, hierbovenin zie je de hyperlinks naar de verschillende componenten van Joomla. En ik ga nu naar het component menubeheer. Dus ik ga naar menu's, menubeheer. En in dit scherm vind je een knop opties. En die. Klik ik aan. En die knop opties die heeft een scherm waarin je onder andere de tab rechten vindt. En de tab rechten open ik. En dan open ik de groep die ik hier rechten wil geven. En dat is de groep advocaat. En ik stel voor de groep advocaat alles in op toegestaan. Zodat ik menu items kan maken, bewerken en verwijderen. En ook de status bewerken. Ik klik op opslaan en sluiten. En als het goed is, als Dick nu even uitlogt en opnieuw inlogt, dan kan Dick menu-items aanmaken. En je ziet hier, het menu-item menus komt erbij. En Dick kan nu menu-items uh, ja, aanmaken, verwijderen, bewerken. En dat is exact wat ik wil. Nou stel je voor dat ik nog meer uh, zaken door Dick gedaan zou willen hebben. Bijvoorbeeld, uh, ik zou uh, Dick ook gebruikersbeheer willen laten regelen, dan zou ik hier ook in gebruikersbeheer de knop Opties kunnen aanklikken, naar de tab Rechten gaan en dan de groep advocaat waar Dick in zit, hier alle rechten geven en dan zou Dick ook gebruikersbeheer kunnen regelen. Maar goed, je ziet dus je kunt voor gebruikers een hele uitgeklede versie van de beheeromgeving maken waarin ze specifieke taken kunnen doen. En ja, daarmee kun je dus gebruikers wat extra taken geven zonder ze te veel rechten te geven op je beheeromgeving. Ik hoop dat je deze informatie nuttig en interessant hebt gevonden en ik wil je graag bedanken voor het kijken.